We gaan iets nieuws doen. We gaan gazon afrijden van België die niet mogen komen door de COVID. En het is veel toch en ze hebben mij getroffen met een tracteur erover. Dus mijn tracteur moet hierop. Ja. Ja, maar ja, zeven zijn maaien, dat is een beetje lichter werk, hè. Voilà, we zijn aangekomen. Zie je het zitten? Ja, ja. Is het daar beter wat deze vind ik toch weer wel een beetje griezelig. Zonder eigenlijk voor dat af te rijden. Dat is wel ons plaatsje tegenwoordig. S'avonds zonnetje, zicht op de château. Hoort de vogels. Ja, ja. Vin de mon pépé. Dat is een schattige naam, hè? Ja. Schijnt is het goed, hè? Kou hoor. Gekregen van Ivo en Ineke. Ivo en Ineke, school. Kijk, dat groeit hier zomaar in het wild. Een orchideetje. Draai eens naar de château. Zeg, château. Oh. Je ziet al bananen meer staan met al het groen. Eigenlijk gaat dat rap, hè? Ja, het is kort geleden. Morgen terug met een tracteur erover. Of het dinsdag toch? Ja. Wat daar met centimeter rugger of vlieger staat, dat maakt de tracteur niet over. We gaan deze week in de tuin beginnen, schat. Ja. We gaan onze moestuin aanleggen. Schuil. Oh, oh. Allee. Ja, dames en heren, we zitten hier dus op de wijnproeverij in Le Chemin d'Or. Voor u een ervaringsdeskundige. Schat. Cristel Maria de la Luna di Cello. Ze walst de wijn, de goede neus. Slurpen. Maar die is echt lekker. Is echt lekker? Mm. Dus voor de kenners, laat het etiket nog eens even zien, Chrisje. Ik vind het een schoon etiketje. Le vin de mon pépé. Allee, pépé, school. Ja. Ah, ik heb van een mooie machine gekregen. Ze. We gaan er aan beginnen. Het is al de 3e mei. Ik denk dat dat... Al van in maart de planning is dat we hier een hof gaan aanleggen. Maar ja, iedereen zegt niet voor de 15e mei beginnen planten, dus we gaan een beetje vet kunnen doen. Het water ligt, de waterloop ligt. Die bas die ligt hier al een paar weken, met gedacht dat er rot zou zijn. Maar rot is dat niet. Nee, niks schalpen. Hè? Nee, gewoon niks schalpen. Het idee was er, maar meer ook niet. Ja, voilà, hij is vertrokken. Gelukkig heeft hem het gras hier nog eens even afgereden, denk ik.
Voilà, dat is zoals het moest zijn worden. Zo. Het is hier een echt boerenerf aan het worden. En modest. Kijk, in mijn palettenhout zou er een omheining rondmaken voor de rekens en de andere beestjes. Kijk, wat een schoonheid. Eigenlijk zou het moeten kunnen rekenen. Hoe zalig. Mijn serk heeft een romantischer plaatsje gekregen. En daarbinnen groeit het allemaal goed. Onze moestuin krijgt vorm. Zalig, hè, liefke? Zalig. Het middencirkeltje is wat klein voor wat ik in gedachten heb. Maar met een handige boer. Tot hier? Ja. Ik ga dat oplossen. Dat is hier echt een boerenerf, hè? En kinderen gaan ook nog bakken komen. Hier, zo. Dat is fruitboompjes. Zo. Ja, perfect. Allee, regenen. We hebben toch wat gedaan. Christke, mijn wonderbaarlijke idee. Ik moet zeggen, het is chic. Een beetje van bovenuit gezien. Chef decorateur. Ja. In de hof ook, hè? Amai, mijn hoor. Ligt dat eens hier? Oh, dat is iets te lang. Doe er eens een stukje af. Ah, maar het resultaat is altijd wel schoon, kan ik zeggen. Geef het toe. Geef het toe. Ik denk dat ik die bij stenen nog een rij ga opleggen. Oh ja, kusje. Ik wil er een kathedraal van maken, gelijk de facteur, met zijn steentjes. Hé, hey, schatje. Kun je niet stoppen? Nee. Ik vind dat wonderbaarlijk van een goede grond dat dat is. Ja, dat zullen we zien achteraf, want dat alles goed groeit. Maar ik denk wel dat het goede grond is, ja. Mooi van daar? Ja, prachtig. Dus dat is haar kriskruide cirkel, zeg. Dan moeten we zien of we dat allemaal nog kunnen zien. En daar ligt... Ik doe nog vrijmaken, een soort vuurcirkel. En misschien... moet ik wat takken snoeien. Maar daarachter... moet de vijver komen. Dat zie je nu niet. Hè. Maar... dat komt allemaal wel in orde. Wat groeit er in mijn hoofd? Heel veel. Onkruid. Daar hebben we er iets van maken, Chriske. Wow. Ik ook. Ja, als je dat ziet groeien, dan krijg je de goesting. Hè.